Goedemorgen jongens. Wij zijn gisteravond naar VIP geweest. En volgens mij was ik om 6:30 thuis. Ik weet het eigenlijk niet meer precies. En nu zit ik in de auto bij Dennis en Kelvin. Want we gaan even naar Den Haag. Maar Kelvin moet zo werken. En ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen. Wij zitten in Den Haag bij de tijd. Want we moeten even wat eten. Want ik heb sinds gisteren 3 uur niks gegeten. Na werk ben ik gelijk doorgegaan naar een vriendinnetje en toen zijn we naar Club VIP gegaan. En ik zit nu lekker aan de Icy Green en ik heb een tosti. Nee, ik wou een tosti bestellen, want ze hebben hier een triple tosti en die wou ik zo graag proberen. Maar ik ga toch maar voor de uitsmijter met kaas, spek en Daar is mijn lekkere uitsmijter, natuurlijk met ketchup en mayo. En Dennis heeft de mozzarella tosti met pesto. Lekker, Dan. Heerlijk. What the fuck is gay? Maar ik dacht dat we nog saus hadden, want we hadden saus bewaard. Maar dat was dus niet meer goed meer. Zo lekker gegeten, het was zo lekker. Oh, vooral die uien er doorheen en die spek en die kaas. Nu gaan we even winkelen, lopen, want Dennis moet weer schoenen en weet ik veel wat hebben. Hij heeft echt een schoenverslaving, dus ik ga het ooit laten zien aan jullie. Het is echt niet normaal. Ik ben weer thuis. Dennis had van alles gehad bij de H&M. Ik heb zelf niks gevonden. Ik heb wel een paar dagen geleden bij de H&M wat dingen online besteld. Ik vind het echt leuk. Lekker in je winkelmandje. En dan kom ik thuis en dan maak je een pakketje open en dan zijn je kleren er. Maar het is wel stom, want als je het zeg maar niet past, dan moet je het helemaal terugruilen. En ja, verder. Ik heb net even op bed gelegen en een serie gekeken. En ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Ik wil wel wat doen, omdat ik morgen pas om 3:30, 4:30 les hoef te geven. Ik ben nu even lekker mijn hondje aan het uitlaten. Ik weet alleen niet waar die is. Ze is, sorry. Oh ja, gisteren ging ik met vriendinnetjes naar VIP-room. En ik wou jullie eigenlijk laten zien hoe we uitgingen en zo. Elkaar opmaakten en wat ik aan had, bla bla. Maar mijn camera was leeg, dus daar had ik niks aan. Goedemorgen. Ik was gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. En ik ga zo skileren met mijn vriendinnetje Maria. Dus ik denk dat dat ook nog wel even leuk is om te laten zien. Omdat die anders zo kort wordt. Dus ik neem jullie zo nog even mee. Nou, Maria is aangekomen hoor. En we gaan lekker skileren. Ik heb er helemaal zin in, mijn thuis. Oh, ik ben dood. Hi, buurman. Nou, we zijn 2 minuten verder. En we moeten nog een uur. Een uur? Ja, jij moet nog een uur. Zo. Gewoon, dit is goed voor ons. Nou. Nee, we gaan een klein rondje Zoetermeer skileren. Voor degene die Zoetermeer kent, het is toch heel klein, dus zover is het niet. Maria durft deze berg niet op, jongens. En het is zo'n kleine berg, dus ik begrijp er helemaal niks van. Ja, maar als je die berg opgaat, moet je deze berg af. Dit is echt. Ja, maar dat is leuk. Dan heb ik op shots aan dat je valt. Nee. Ik neem me gewoon mee. Ik en Maria hebben echt een hele leuke groep. Kom maar even kijken. Love you. Doei. Dit was alweer mijn vlog. Bedankt voor het kijken. Doe allemaal een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.